Dag, beste kijker. Deze voormiddag heeft het westen van het land al een serieuze portie buien over zich heen gekregen. Daar zaten al een paar felle exemplaren tussen. Op sommige plaatsen viel er al meer dan 30 liter water per vierkante meter en dat op korte tijd. En ook vanamiddag gaat het nog niet droog worden, integendeel. Maar we zien duidelijk op de radarbeelden hoe de afgelopen uren die buien vooral over West- en Oost-Vlaanderen te vinden waren. Met momenten werden die ook wel wat steviger, viel er dus veel neerslag. En dus vanamiddag verwachten we dat ook voor het centrum en voor het oosten van het land, we zien hier al in het zuiden, buien ontstaan, dat daar dus ook geregeld een bui kan vallen. En daar kunnen een paar intense tussen zitten met alles erop en eraan. Dus voorlopig blijven we in dat soms kletsnatte weer zitten. Depressie die boven ons zit. En dus ja, die buien dat blijft allemaal zo'n beetje rondjes draaien boven ons land. Dus de komende uren en tot vanavond eigenlijk moeten we daar zeker nog rekening mee houden. Blijven we onder de invloed van een depressie. Met dus geregeld een aantal buien. S avonds en s'nachts, in de loop van de nacht, vooral kan die buienmolen dan even wat rustiger worden. Maar de komende dagen ja, gaan we nog meer. Regen en buien mogen tellen, is er al eens een storing die passeert. Zeker voor dinsdag is dat het geval. Don woensdag liever zou het dan tijdelijk toch wat droger worden met een paar lokale buien. En tussendoor zijn er ook wel droge momenten. Maar voor deze namiddag zijn er stilaan ook buien voor het centrum en het oosten van het land. En lokaal kunnen dat felle buien zijn. Met mogelijk felle windstoten, met kans op hagel, met donder en bliksem. Dus er kunnen ook een paar onweders bij horen. Wees voorzichtig, is ook weer. En ondertussen temperaturen tot hooguit 21 graden voor het centrum van het land, 23 graden voor de Kempen. En tussendoor af en toe al eens een opklaring. Vanavond en begin van de nacht zijn er nog altijd een aantal buien. Kunnen er nog links of rechts een paar felle omweders zijn. En dan later op de nacht wordt het stilaan toch droger. En kan er ook wat nevel of mist gevormd worden, lage wolken voor de Ardenne. Temperaturen rond de 15 of 16 graden. Ja, en dan morgen in de loop van de dag gaan we alweer een aantal buien mogen tellen. Daar kunnen opnieuw intense buien bij zitten. Met kans op gedonder, met veel neerslag op korte tijd. Temperaturen rond 21 graden. En dan voor overmorgen wordt het tijdelijk droger. Enkele buien nog, tussendoor toch ook opklaringen bij 21 graden. En dan voor donderdag zien we toch ook dat de kans op buien er blijft inzitten. En eigenlijk de rest van de week. Ja, vrijdag is er eerst wel wat neerslag, later wat opklaringen. Maar de Zoals op neerslag is er altijd wel en ook in het weekend is er nog altijd kans op een aantal buien. Die temperaturen klimmen ook niet al te hoog en af en toe behoorlijk wat wind. Zeker op vrijdag is er uh, redelijk veel wind, maar ook uh, op zaterdag en dan zondag wat minder wind. Maar ook dan kunnen er een paar buien zijn, kunnen er ook opnieuw wat meer intensere buien komen. Dat zou zeker ook voor maandag opnieuw het geval zijn. Ja, niks aan te doen en uh, voorzichtig is zulk weer. Meer daarover later, tot dan. Dag.